Ik ben Doop van den Boer en ik sta hier bij Tatersteel in Emuiden. Daar ben ik sitemanager van dit prachtige bedrijf. Enige maanden terug sprak ik hier op diezelfde plaats met Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, te praten over de Amsterdam Economic Board en de ambitie om van de metropoolregio Amsterdam weer een toonaangevend iets te maken. En dan de rol die de maakindustrie erin zou kunnen vervullen. Daar werd ik door gegrepen, wil ik me dus voor inzetten en Tatersteel wil zich daarvoor inzetten. De metropoolregio Amsterdam onderscheidt zich door de ligging aan het Noordzeekanaalgebied en door de prachtige stad Amsterdam met zijn rijke historie. Maar ik wil juist alle partijen uit de maakindustrie in de grote regio van dit gebied betrekken bij het nieuwe cluster. Het 8e cluster uit de Amsterdam Economic Board, de maakindustrie. Mijn oproep is dan ook aan iedereen, open je deuren. Laten we elkaar de hand geven. Laten we gaan samenwerken. Nieuwe combinaties, nieuwe innovaties. Maar let wel, het kan alleen een succes worden als drie partijen, zijnde overheid, kennisinstellingen en bedrijven, met elkaar samen gaan werken. Tatersteel wil een lans breken voor de maakindustrie in deze regio, omdat wij als toonaangevend bedrijf nauw verbonden zijn met deze regio. Maar aan de andere kant, Tatersteel kan ook niet zonder de innovatiekracht uit deze regio. Let wel, we gaan niet samenwerken om het samenwerken. We blijven ondernemers. Het moet gewoon wat opleveren. Maar als het de maakindustrie goed gaat, gaat het goed met ons allemaal.